Hey, hallo fitsporters. Fijn dat jullie er weer zijn. Fijn dat jullie kijken van deze keer, omdat we toch volgende week buitentraining gaan geven. Een filmpje bij mij in de tuin. En mijn tackle Guus vindt het ook fijn, dus die ligt er al bij. Dus die zal ik proberen zo even weg te krijgen. Oké, zijn jullie er klaar voor? Dan gaan we ervoor. Oké, we beginnen met een kleine warming-up. En vandaag ook weer een klein Pilates filmpje van zo'n 25 minuten. Een compleet filmpje met wat buik, wat zijoefeningen, rug wat losmaken en een kleine warming-up in zit. Dus kom maar even goed zitten, bouw je rug even lekker op, laat je schouders goed zakken en laat de rug inzakken. En bouw daarna de rug rustig op. Oké, doen we nog een keer. Laat je rug wat inzakken en bouw je rug rustig op. Laat de rug inzakken en strek je rug. Laat je rug inzakken en strek je rug. Gewoon even de wervelkolom helemaal losmaken en strek de rug. Doen we nog een keer. Laat de rug inzakken en strek je rug. Nog twee keer. Laat je rug inzakken en maak je rug mooi recht. Laatste keer. Laat je rug inzakken en maak je rug mooi recht. Oké, prima. Zet je handen even naast je met de vingertoppen op de grond. Rechterarm over je heen en plaats de arm terug. Doen we nog een keer. Arm over je heen en plaats terug. Ja, kom maar. Zorg dat je een goede rechtophouding hebt. Hè? En denk maar weer aan die denkbeeldige muur, waarbij je achterhoofd, schouders en billen de muur raken. En terug. Doen we nog een keer. Over je hoofd. Even goede zijrekking. Ja, over je hoofd. En terug. Laatste keer. Over je hoofd. Oké, gaan we wisselen. Over je hoofd. En terug. Kom maar. Stretch. En terug. Even de mobiliteit van de rug goed pakken. Over je hoofd. En terug. Laatste twee. Over je hoofd. En terug. Nog eentje. Over je hoofd. En terug. Oké, arm omhoog. Rijk even naar de lucht hier buiten. En terug. Doe het nog een keer. Rijk zo hoog mogelijk en laat je schouder zakken. Rijk zo hoog mogelijk en laat je schouder zakken. Nog een keer. Ja, til de rug op. Verleng je lichaam. En terug. Rijk zo hoog mogelijk. En terug. Laatste keer. Op. En terug. Dit ook met je andere arm. Arm hoog. Schouder is nu nog even goed laag. Rijk naar de lucht. En terug. Nog een keer. Stretch. En terug. Verleng de rug. Terug. Oké, ook wat losmaken van het schoudergewricht. Nog een keer. Rijk. En terug. Ja, kom maar. En terug. Rijk. Stretch. Laatste keer. Prima. Zet beide handen op je bovenbenen. Zorg dat je nek goed ontspant. Dat je nek goed verlengd is. En draai dan met de romp kleine rondjes. En dan maak je heel de lage rug en bekkengebied goed los. Zij voor zij. En achter. En achter. Kom maar. Draai schouders naar voor, zij en naar achter. Nog een keer. En naar achter. Kom maar. En naar achter. Doe het nog een keer. Laatste keer. En de andere kant op. En naar achter. Ja. Draaien. Draaien. Nog twee keer. En naar achter. Kom maar. Prima. Dan de rug weer goed recht. Dan plaats je rechteroor op je rechterschouder. Gaan we naar het hoefijzer. Draai even een halve cirkel over de borst naar de andere kant. En dan recht over de schouderlijn terug. Ja, zelfde kant terug. Draaien. Halve cirkel over de borst naar de andere kant. En recht over de schouderlijn terug. Kom maar. Adem uit als je de stretch hebt naar de andere kant. En terug. Ja, doen we nog een keer. Oor naar schouder, draaien.
En terug. Ja. Draaien. En hoor maar eens hoe lekker de vogels hier in de tuin zingen. Dus op zich wel lekker zo hoor. Moet het natuurlijk wel een beetje goed weer zijn, maar ja. Jullie zijn bikkers hè, fitsporters. Wij gaan dat gewoon doen. Misschien vinden ze dat echt heel, heel lekker en zeggen we nou in de zomer gaan we voortaan altijd een klein buitenprogramma doen. Wie zal het zeggen hè? Draaien. En rustig terug en laatste keer oor naar schouder draaien en rustig terug. Oké, schouders lekker even los en gaan we met wat een klein buikspierblokje verder. Goed, plaats je voeten op heupbreedte. Ja, rug naar achter, kom wat naar achter en dan moet je meteen je buikspieren goed gebruiken. En stapel de rug goed op. Verleng de rug, dat is het allerbelangrijkste. Oké, trek je onderste buikspieren aan. Trek de bekkenbodemspieren aan. Adem uit. En rustig terug. Doen we nog een keer. Adem uit. En terug. Ja, arm hoog, schouder laag. En terug. Kijk even wat gaat voor jou. Je kan natuurlijk altijd ook wat rechter komen zitten. Adem uit. En terug. Nog een keer. En terug. Arm hoog, schouder laag. En terug. Nog een keer. Arm hoog, schouder laag. En terug. En terug nog één keer. En bouw de rug weer op. Oké? En dan pak je zowel de buikspieren als je lage rugspieren. Oké, we gaan nog een keer. Kom naar achter. Kom echt op de zitbordjes zitten. Alsof iemand je hier aan een touwtje omhoog trekt. Goed. Beide armen hoog. Vasthouden. Schouders laag. Niet de kin naar voren. 3, 4. En rustig terug. Ja, in een half roll back. Dan ga je op je zitbordjes zitten. Trek goed je onderste buikspieren aan. Bekkenbodemspieren door de plasbuis dicht naar binnen en omhoog te trekken. En rustig terug. Ja, doen we nog een keer. Kom in half roll back. Hop. Armen hoog, schouders laag. Probeer zo min mogelijk spanning op je nek te hebben. Dus niet de kin naar voren steken. 3, 4. En rustig terug. Laatste keer. Op de zitbotjes. Mooi verlenging in de lage rug houden. Niet inzakken. Echt een lange rug houden. Navel in. 3, 4. En rustig terug. Oké? Goed. We gaan schuine buikspieren pakken. Kom weer terug in die half roll back. Armen naar voren. Handen tegen elkaar. Draai naar rechts. Vasthouden. 2, 3, 4. En terug. Doen we nog een keer. Op, stapel de rug op. Draai naar links. 2, 3, 4. En terug. Kom in half roll back. Draai je vasthouden. 2, 3, 4. En terug. Pittig oefeningetje hoor. Ja, kom maar. Op, draaien, niet inzakken. Hou de verlenging al echt. Niet draaien met een ingezakte rug. Goed je core spieren aantrekken. 3, 4. En terug. Oké, gaan we nog een keer op. Draaien, vasthouden. 3, 4. En laatste keer. Ja, daar gaat hij. Draai, vasthouden. 3, 4. En terug. Oké. Laatste. Kom zitten. Pak vast. In de knieholtes. Ja, dan zijn jouw voeten wat hoger. Eigenlijk een klein beetje hoger dan de knieën. In een tabletop positie. En de armen naar voren. Ook hier niet inzakken. Maar bouw de rug goed op. 2, 3, 4. En rustig terug. Ja, doen we nog een keer. Daar gaat ie. Eigenlijk een beetje een bootpositie. Hè? De yoga, zo noemen we in de yoga. Op je zitbordjes. Armen naar voren, buikspieren aantrekken, vasthouden, 2,
3, 4. En rustig terug. 2 erbij. Kom maar. Op. Vast. Bouw de rug op. Verleng de rug. 2, 3, 4. En terug. Laatste keer. Hop. Bouw je rug op. Vasthouden. 2, 3, 4. En rustig terug. Oké. De billen iets meer naar voren op je mat. En kom rustig rollend naar een lichtpositie. Oké, gaan we de rug een beetje losmaken. Draai je bekken. En rol jezelf omhoog. Kom op schouders en op voeten staan. En dan rol het je naar beneden. 3, 4. Kantel je bekken, rol jezelf op. 2, 3, 4. En rustig naar beneden. 3, 4. Kantel je bekken, rol jezelf op. 2, 3, 4. En rustig naar beneden. Altijd lekker voor je rug om te doen, die schouderbruggen. Ja, op. Vasthouden. 2, 3, 4. En rol jezelf naar beneden. Oké, nou mag je de voeten naast elkaar plaatsen. Mag je jezelf weer oprollen. En strek je je rechterbeen uit. Probeer niet te veel te zakken. Probeer je bekken wat omhoog te houden. Vasthouden. 3, 4. En wissel. Ja, daar gaat hij. Niet gaan zakken of gaan wiebelen. Stabiliseer je bekken. 3, 4. En wissel. Ja, doen we nog een keer. Vasthouden. 2, 3, 4. En nog een keer wissel. Ja, dat is heel goed om die lage rug goed sterk te maken. 3, 4. Wissel. Rol het je naar beneden. En pak je knieën eens even vast en stretch je lage rug. Prima. Ja? Gaan we er nog eentje doen? Plaats de voeten op de grond. Mag je nog een keer oprollen. En de armen hoog verticaal. Je staat weer op voeten en op schouders. Niet te veel op die nek gaat staan. Echt zo op de schouders. Dan laat je je bekken 10 centimeter zakken. En lift je je bekken op. Doen we nog een keer. Hou de schouderbladen, schouders goed tegen de grond. En lift je bekken op. Laat je bekken zakken. En lift het bekken. Ja, doen we nog een keer. Laat je bekken zakken. En lift je bekken. Nog een keer. Laat je bekken zakken. Lift je bekken. En hou hier. Laat de armen iets naar achter komen. Hou schouderbladen tegen de grond. En terug. Hier goed stabiliseren. Dus probeer je bekken op 1 hoogte te houden. En rustig terug. Ja, doen we nog een keer. Armen komen iets naar achter. Trek goed die onderste buikspieren aan. Trek goed je bilspieren aan. En rustig terug. Dat is ook echt een prima oefening voor het versterken van je bilspieren. En rustig terug. Laatste 2. De armen naar achter. En rustig terug. Nog eentje erbij. Armen naar achter. En rustig terug. Prima. Plaats je handen onder de billen. Rol rustig af. Ja, je benen hoog. De tenen naar je toe. Voel even de stretch in je hamstring. Ja? Oké. Dan plaats je de benen weer rustig op de grond. Flexibiliteit van de wervelkolom en buikspieren in 1 oefening. Kijk of het gaat. Het oprollen. Anders mag je altijd je benen, je voeten op de grond zetten. En jezelf wat aan je bovenbenen vasthouden en zo oprollen. Armen hoog, schouderbladen tegen de grond. Ja, adem rustig uit. En kom naar een zitpositie. Ik ga een beetje terug zitten. En rijk naar voren om de hele rug te rekken. Daarna wervel. Dan mag je rustig naar een zit komen. En gaan wij naar oprol oefeningetjes.
Dat kan voor mensen met een stijve rug wel eens moeizaam zijn. Dan hoeft het ook niet. Hè? Dan kan je gewoon naar een klein rolletje en rustig opkomen. Of pak de achterkant van je bovenbenen vast als jij op wil komen rollen. Ik begin vanuit gestrekte benen. Mag je rustig terugkomen rollen. De armen naar achter. Houd de schouderbladen tegen de grond. Dan adem je rustig in. Armen hoog. Rustig oprollen. Bouw de rug goed op. En maak een strek naar voren. En voel dan dat je de rug recht maakt in plaats van dat je rond naar voren komt. Adem rustig in. Kom op de zitbordjes. Kantel je bekken. Rol je rustig wervel voor wervel de rug af. En breng je armen naar achter. Adem rustig in. Rustig opkomen rollen. Eerst de rug recht maken. En maak dan een goede verlenging naar voren. 3, 4. Adem rustig in. Kantel je bekken. Wervel voor wervel. Rol jij af. Breng je armen naar achter, maar hou je ribben goed gesloten. Adem rustig in. Armen hoog. Rustig opkomen rollen. Gebruik goed je buikspieren. Dan verleng je de rug. En maak je goede rek naar voren. Adem rustig in, kantel je bekken, rustig rollen en breng de armen naar achter. Gaan we nog twee maken. Adem rustig in, uitademen, rol je rustig op, verleng de rug en kom naar voren. 3, 4. Adem rustig in, kantel je bekken, rol en de armen naar achter. De laatste, adem rustig in, rol je rustig op. En kom naar voren. 3, 4. Ja, daar gaat hij. Eerst de onderste wervels rustig afrollen. Tot een lichtpositie. En dan mag jij op je rechterzij komen liggen. Ondersteun je hoofd met een kussentje of leg je armen eronder. Probeer de zitbordjes goed of de heupbordjes goed boven elkaar te houden. Strek je benen door. Lijn uit tegen die denkbeeldige muur. Achterhoofd, schouders, billen raken de muur. En plak bij wijze van spreken je navel op de rug. Ja, dan lift je je benen iets, maar ook met steunhand voor. Hè? En laat je ze iets zakken. Ja, liften. Hou de ribben goed dicht. En probeer de taille die ligt een beetje los van je matje te trekken. Ja, liften vasthouden. 3, 4. En rustig terug. Liften vasthouden. 3, 4. En rustig terug. Hier doen we nog een keer. Liften. Aantrekken, die onderste buikspieren. En terug. Liften. Het is natuurlijk heel goed voor je beenspieren, je bilspieren. Maar ook voor je schuine buikspier. Want als je je taille prikt, dan voel je die ook. En terug. Liften vasthouden. 3, 4. En terug. Nog eentje. Niet te veel met je hoofd en met bovenlichaam naar voren komen. 3, 4. Dan flex je de voeten en je point ze. Flex de voeten en pointen. Doen we nog een keer. Flexen en pointen. Flexen en pointen. Ja, kom maar. Flexen en pointen. Flex de voeten. Pointen. Flexen. Laatste 3. Pointen. Nog 3. En terug. Nog 2. En terug. Hou dicht, hè. Dit is de laatste. En terug. Oké, leg je benen rustig even neer. En natuurlijk, wij gaan naar de andere kant. Kom liggen. Goed uitlijnen. Lift de benen. Geen slappe benen. Voel echt goed even je beenspieren. Trek aan. Ribben dicht. En die taille goed los. Mag met steunhand voor. Wat jij wil. Klein beetje liften en laat iets zakken. Ja, een beetje liften en wat laten zakken. Doen we nog een keer liften en zakken. Ja, liften en los. Laatste 4 en los. Laatste 3. Dat is een beetje de kracht van de kleine bewegingen. Laatste 2. Dus het hoeven geen grote bewegingsuitslagen te zijn. Dit is de laatste. Ja, daar gaat hij. Voeten flexen en pointen. Hou aangetrokken. Flexen en pointen.
voeten flexen en pointen. Flex en point. Laatste vier flexen en pointen. Laatste drie flexen en pointen. Laatste twee flexen en pointen. Dit is de laatste en point. Laat rustig zakken. Even de benen goed buigen. Een beetje de spanning van je lage rug afhalen. En als laatste en als afsluiting draai jij jezelf rustig op de zij. Strek je linkerbeen door. Mag altijd met het kussentje achter je hoofd, hè? Ja. Pak je rechterknie vast. Goed je linkerbeen tegen je matje. Zorg hier dat die heup goed opent. Een stretch van je heupbuiger. Even lekker lang maken van je lage rug. En wissel. Strek je rechterbeen door. Pak je linkerknie vast. 2, 3, 4 en los. Ja, mag je jezelf op de zij rollen en rustig weer terugkomen naar een zitpositie. Oké, fitsporters. Nou, dat was mijn eerste lesje buiten bij mij in de tuin, hè. Hoe heb ik dat ervaren? Ja, heerlijk eigenlijk. Eigenlijk heel fijn. Ja. Als wij buiten gaan trainen, zitten we natuurlijk ook altijd met weersomstandigheden. We gaan het gewoon zien. Fitsporters zijn bikkels, hè? Dus dat gaan wij gewoon doen. Tot dusver. Dit was mijn filmpje voor vandaag. Fijne dag nog. Tot het volgende filmpje. Bye bye.